Frans-Duits over heel de dag met je partner thuis zitten, maak het gezellig. Nu bijna iedereen verplicht thuis zit, is het voor veel stellen een uitdaging om hun relatie niet te laten lijden onder huiselijke ergernissen. BN'ers die al jaren gelukkig getrouwd zijn, zoals Frans en Mariska Bauer, Dries en Honoria Roelvink en Henny en Lia Huisman, geven in-story tips om het thuis een beetje gezellig te houden. Frans en ik zijn eraan gewend om samen veel thuis te zijn. Het gebeurt vaak genoeg dat hij 3 dagen aan onze bar koffie drinkt, belt of op de computer zit. Dat vind ik voor een paar dagen prima, maar er komt een moment dat ik zeg dat hij zich beter nuttig kan maken. Dan stuur ik hem voor een boodschap of zo. Nu moeten we allemaal verplicht in huis blijven. Onze 4 zoons zijn thuis, de oudste heeft geen colleges meer op de universiteit en de jongste 3 krijgen les online. Ik hanteer een strak schema voor hen en Frans heb ik in de tuin aan het werk gezet. Ik zorg er constant voor dat we allebei andere dingen aan het doen zijn. Ik voorzie op den duur ook geen moeilijkheden. Frans en ik zijn zo gewend om onze eigen gang te gaan wanneer we allebei thuis zijn. Mensen hebben het erover dat er na deze periode een scheidingsgolf of babyboom volgt. Ik kan je verzekeren, dat gaat bij ons niet gebeuren. Push came the shove, I don't really wanna talk about the things. All I say is why you tripping for? She's just a friend, I don't pretend. Mannequins, I'm a real man. I got soul, no Pinocchio. Girl, I'm not deceiving. I told you, girl, I'm not lying.